Goedemorgen, welkom bij deze Market Update van BNP Paribas. Vanmorgen vroeg werd duidelijk dat de meeting tussen Kim Jong-un en Donald Trump geen goed slot gaat krijgen. Een overeenkomst over het kernwapenprogramma lijkt het breekpunt te zijn geweest. Vooral de Zuid-Koreaanse beurs reageert teleurgesteld met een daling van 1,4 procent. Eerder bleef in de VS alles nog redelijk rustig in afwachting van. Daar smulde vriend de vijand van de getuigenis van Michael Cohen, de ex-advocaat van Donald Trump. Ondertussen laat vanmorgen vroeg in Nederland Volker Wessels fraaie cijfers zien. Alle onderdelen droegen bij aan het resultaat van ruim 250 miljoen, omzet was 5,9 miljard in lijn der verwachting. Het dividend blijft gehandhaafd op 105 en het ordeboek zit met 8,9 miljard tot een nok gevuld. AMG overtrof ondertussen, dankzij een sterk vierde kwartaal, de eigen verwachtingen en behaalde een 66% hogere netto-winst. Omzet trok over heel 2018 met 24% aan. Het dividend wordt dan ook bijna verdubbeld naar 50 eurocentjes. En de Franse supercarrefour had het lastiger. Dat zag het verlies verder oplopen en gaat nog harder reorganiseren. Op een omzet van 85 miljard behaalde men een operationeel resultaat van nog geen 2 miljard. Het dividend laat men wel onveranderd op 46 eurocent. En ook problemen bij de Zwitserse uitzendgroep Adeko, dat zag de omzet weliswaar iets toenemen tot net boven de 6 miljard, maar door eenmalige lasten resteerde een verlies van ruim 100 miljoen. Vooral in Frankrijk had het concern een stevige tegenwind. Belgische AB Inbev zag wederom de biervolumes niet toenemen, maar concurrenten Heineken en Carlsberg dat wel zagen. De prijsstijgingen liep de omzet nog wel bijna 5% op. De schuldenberg is het grote probleem, ruim 100 miljard en die neemt nog nauwelijks af. Ondertussen zet Berenberg ING op kopen met een koersdoel van 15 en JP Morgan zet koersdoel Unibel lager naar, uh, van 170 naar 158 met een neutraal advies. Vanmiddag hebben we nog een behoorlijk wat macrocijfers, waaronder steunaanvragen en economische groei uit de VS. Morgen cijfertjes van IMCD. En morgen is er ook weer een nieuwe markets update van BNP Paribas.